En dan, oei, wat is dat daar op? Een hond. Een viervoeter. Ja. Hermans heeft die weten te ontwijken, maar hij geeft niet af. Hij heeft een goede sprint. Alleen loopt hij rond met een handicap. Ja. En ik hoop dat iemand hier zo meteen de poort opentrekt, zodanig dat, dat hij rechtdoor gaat. Hij viseert Van der Poel. Van der Poel trekt een sprintje en hij wil even knallen, maar ook Van der Poel is er vanaf. Ai. Dit is wat gevaarlijker als... En iemand die Leiland te pakken krijgt, daar komen natuurlijk renners aan. Dat zal nog niet zo evident zijn. Het is Osmans, die in een groepje met Donaas, die wel zeer gematigd van start gegaan is. We krijgen hem nu te pakken opgelet. Er zijn nog deelnemers. Het gaat niet alleen om een van die onverwachte favorieten. Hij loopt nog altijd los. Ja, wil heel het parcours afleggen blijkbaar. Ja. Krijgt hij daar dan toch iemand te pakken? Het is Van Tournaat. Die daardoor eigenlijk wat ontregeld wordt, niet ontregeld maar wat de koers. Ja, dus spijtig voorval natuurlijk. We hebben nooit in geen twijfel een pony de orde zien verstoren. Dat was met Sabel toen ons groot slachtoffer. En hij gaat heel de Tenonsberg ook nog voor zijn rekening nemen en zaait onrust. Dus wat chaos. Maar hier dat een bijna chaos. Vermeers wil er ook vanaf. Daar zit nog geen vermoeidheid in. Nee. Ik ga goed mee. Dus en, ja, er zijn erbij die dat...